Sorry. Ik ben Michael Vergestel. Ik ben van de RFC Tilburg School voor Welzijn. Ik loop stage bij bureau Radar. Dat is een bureau tegen discriminatie voor gelijke behandeling. Wij hebben met een groep jongeren die ook stagiaires zijn vanuit RFC Tilburg een eigen naam bedacht in Lokje Door. En dat houdt in dat de deurbeleid in de horeca in de stad aangepakt moet worden. Omdat er mensen zijn die gediscrimineerd worden vanwege hun kleur, uiterlijk, seksen, geaardheid. En ja, daar willen wij gewoon tegen gaan. En ja, wat houdt jullie project precies in, zeg maar? Wat hebben we gedaan? Wat is jullie einddoel? Onze einddoel is om op 15 juni een feest te houden. Die dan voor de beste uitgaansgelegenheid hier in Tilburg is, die wij gekozen hebben. Mede met de studenten van RFC Tilburg. Die hebben wij enquêtes laten afnemen. En vanuit daaruit hebben wij een top 5 gemaakt. En die top 5 die benaderen wij deze week. En vanuit daaruit gaan wij beslissen wie het wordt. En als wij de echte definitieve winnaar hebben, dan gaan wij die nog een keer benaderen om te vragen of wij daar dan de feest kunnen houden met de uitreikingen bij van de award. En waar letten jullie op tijdens het beoordelen van zo'n café? Nou, we letten op de sfeer, de temperatuur binnen, de diversiteit muziek, de hygiëne, dus de wc's of het schoon is. Veiligheid, dus ook de deur, hoe je eigenlijk de ontvangst vanuit de deur tot helemaal binnen tot het feesten. Daarom gaan we echt op elke punt letten. En wat is je ervaring voor dit project zelf met deurbeleid? Heb je daar last van gehad of helemaal niet? Jawel, kijk, ik loop soms wel eens met een rozenkrans om. En ik ben wel eens geweigerd omdat ik een rozenkrans aan had als ze geen mensen wouden hebben met een rozenkrans of een ketting om Jezus op staat. Dus. Daar ben ik wel eens door geweigerd en de vrienden van mij vaak zat, want die hebben dan een tintje, die zijn dan, zijn gewoon Nederlands, maar die hebben gewoon een tintje, bijvoorbeeld Surinaams, Antilliaans. En die worden dan geweigerd en ja, die krijgen dan lelijke namen naar hen toe geroepen, alleen omdat ze een kleurtje hebben. En was je van tevoren ook al bekend met Radar? Eerlijk gezegd niet zo. Oké. Het project in Lokje Door hebben wij enquêtes gemaakt. Die hebben wij rond onze school bij het RFC Welzijn uitgedeeld. En daar konden de leerlingen invullen waar ze het liefst uitgingen, wat hun afkomst was, waarvan hun afkomst was. Hoe vaak ze uitgingen in Tilburg, of ze zich veilig voelden. Ja, en ja, sommige antwoorden waren op zich ja, wel redelijk netjes en zo, maar sommige stond bijvoorbeeld waar ga je liever niet uit, Miller, omdat daar komen te weinig vrouwen of daar zijn te veel negers. Ja, dat is toch wel aangrijpend, ja. Maar ook, er zit ook vragen in, bijvoorbeeld hoeveel euro geef je per avond uit en waar ze het liefst niet uitgaan en waarom juist niet. En we hebben 234 enquêtes uitgedeeld en daaruit hebben we top 5 kunnen maken. En wie staan er in die top 5? Ik ben 17 jaar en ik kom uit Breda.
Ik ben bezig met deze pictogrammen. We waren aan het praten over het deurbeleid en we vinden dat het altijd heel negatief over wordt gepraat. Van ja, je mag niet naar binnen met dit en niet naar binnen mag met dat. Maar dan willen wij zeg maar pictogrammen uiteindelijk op de deuren krijgen met dingen die juist wel mogen. En hebben we zeg maar slogans soort van erbij bedacht. En dan willen we uiteindelijk dat de bazen van de cafés zeg maar die pictogrammen uitkiezen en over de dingen die juist wel mogen, bijvoorbeeld tatoeages en sneaks en zo, dat allemaal juist wel mag. En is dit idee ook al besproken met café-eigenaars? Nee, nog niet. Dat willen we doen op de uitreiking. Oké, okay. En dan hopen dat, dat ze het op willen hangen. Ja, zeker. Hoe is het project tot nu toe verlopen? Nou, tot nu toe vind ik het heel goed verlopen. Op het begin, toen de naam Radar viel, wist ik echt nog helemaal niet wat het was. Maar toen kreeg ik uitleg, toen vond ik het heel interessant. Want het gebeurt namelijk meer dan mensen denken. Dus ik vind het een heel goed project. Ja, dus we moeten zo door blijven gaan. Ja, ik heb hier heel veel van geleerd en het is gewoon heel leuk hier. En wanneer zijn jullie begonnen met dit project? Wij zijn het project in week 8 volgens mij begonnen. Of niet? Ja, week 8 zijn we begonnen met dit project. Voor project Unlock Your Door hebben we een huis gemaakt. Daar kunnen leerlingen van het ROC kunnen ze daar, lid van worden. En dan kunnen ze via polls en gadgets kunnen ze aangeven hoe vaak ze uitgaan in Tilburg en hoeveel geld ze uitgeven. Wat hun favoriete uitgaansgelegenheid is in Tilburg. Ook hebben wij een paar blogs erin gevoegd en daar kan iedereen zien hoe de vorderingen staan, wat wij op welke dag hebben gedaan.